En weer dat duel tussen Lucas en Simons. Ten koste van een overtreding van Simons. Vriendelijk is het al een tijdje niet meer. En kijk eens hoe Bart Kleijman zich op laat fokken. Kuipers blijft gewoon staan. En nu bijvang. De vorige ging raak. Deze gaat weer verloren. Balbezit, zegt Pieters, voor PKC. Maar Lucas wil die bal niet afgeven. En nu wordt het echt onvriendelijk. Iedereen bemoeit zich daarmee. En een gele kaart voor Kuipers. Pieters moet oppassen dat hij de boel in de hand houdt. Hij heeft wel gelijk, want Kuipers moet zich daar niet mee bemoeien. Scholtmeijer. Heuzer. En Scholtmeijer. Die zo goed begon aan de eerste helft. Die PKC loszette van DOS 46. Maar het lijkt een heel ander PKC in de tweede. En het lijkt een heel ander DOS 46, moet ik zeggen, dan in de eerste helft. Doorloopbal van Kuipers. Net iets te kort. Verschil 1 punt. En nog zo'n 12,5 minuut te spelen. Suzanne Struik. Bart de Wit. Nu even los van Kasper Boom. Je zal maar een wedstrijd tegen Kasper Boom staan. Dan heb je na een half uur pijnlijke voorvoeten en pijnlijke knieën. En het lukt Bart de Wit maar niet om te scoren. Kuipers. Nu onder de korf. De Groot. Zoekend. Lucas. Bijvang. Rebound Kuipers. DOS 46 kiest nu voor de reboundkracht van André Kuipers. En dan zelf schieten. Lucas. Is nu Simons wel de baas. Kuipers, mooi gedraaid. En Leon Simons. 13-12, de stand nog steeds in het voordeel van DOS 46. Mocht er gelijk eindigen, dan krijgen we, net als in de kleine finale, een beslissing in de verlenging via een golden goal. En dat is pas echt zenuwenwerk. Blessure nu voor Mirjam de Klein. Is geraakt bij haar rug. In de onderrug, zo te zien. Komt in botsing met de paal. Onder in beeld. Het kan erg pijn doen. Die paal is gewoon van aluminium. En de Klein van vlees en bloed. 3,5 meter hoog. Dat is een stuk hoger voor de mensen die niet zo vaak korfbal kijken. Een stuk hoger dan een basketbalring. En een lekkere dunk kun je hier dus ook onmogelijk maken. Dan heb je ook nog eens geen bord achter de korf. Kortom, die schoten van afstand die we soms zien vanaf bijvoorbeeld de zijlijn, dat is een meter of 10, die zijn razend knap. De Klein kan zo te zien weer verder. Bart de Wit. Verdedigd door Kasper Boom. Razend knap hoe Kasper Boom aanvallend Bart de Wit uit de wedstrijd houdt. En als ook Wim Scholtmeijer, zoals nu in de tweede helft, niet op schot is, dan wordt het moeilijk in dat vak. Lucas, Janice de Groot. Bijvang, doorloopbal. Botst tegen Simons aan.
Maar die staat daar niet toevallig hoor. Had het al lang gezien. De Groot. En André Kuipers. De schotklok heeft geklonken. Hier Bianca Joustra. Stond alles in de finale. Net als Marianne de Jong. Toen beide bij Blauw-Wit. Ook toen was het een spannende slotfase. Dat is lang geleden. Nu in de finale van 2007 gaat Wim Scholtmeijer weer scoren. Voor zijn vierde. Mooie paas van Bart de Wit. En Wim Scholtmeijer zorgt voor een gelijke stand. 13-13. Een mooier scenario kun je niet wensen in de finale. Gelijke stand met nog zo'n 10 minuten op de klok. Veel wordt er niet gescoord. We zien soms uitslagen van boven de 30. Dat gaan we nu niet halen. Maar het komt door de spanning. Annemiek Ferra paast zomaar tegen de handen van Bart de Wit. Ook dat is de spanning. Bart Kleinman. Nog niet zo heel veel gezien. Wordt goed uit de wedstrijd gehouden door André Kuipers. Hier wel Kleinman. Korf niet geraakt. Nog 6 seconden. Kleinman moet nu schieten. Joustra raakt de korf wel. Kleinman. En Simons met Lucas tegenover zich. Marianne de Jong. Kleinman. Marianne de Jong. Belangrijk in de aangeef. En Joustra. Rebound van wie anders dan Leon Simons. Kleinman kan geen kant op. En dat is fantastisch verdedigd door André Kuipers. Die groeit in de wedstrijd. Zeer belangrijk voor DOS. Lage weg. Vanuit het niets. 14-13. Het is de eerste score van Peter Lageweg. Maar wat een moment. Even losgelaten. Simons. Mooie bal. Maar hij mist de korf. Misschien te veel risico. Zeker met deze stand. Maar goed, Simons neemt wel het risico. Kasper Boom. Rebound Mirjam de Klein. Zoekt naar Lageweg. Bijna onderhands. Kreeg de bal te laat mee van de Klein. En Pieters fluit weer voor DOS 46. Simons begrijpt er niets van. Boom. Score nummer 5 van Kasper Boom. En waar hij Bart de Wit uit de wedstrijd houdt, is hij nu zelf topscorer van de wedstrijd voorlopig. Bart de Wit, nu dan. Oh, Bart de Wit. Als je dit niet snel te pakken krijgt, dan wordt het slecht slapen. Janice de Groot. En Harald Lucas. Kind uit Nijenveen. Hij vangt. Met de 16-13. En dan staat DOS 46 ineens 3 punten los. Wat kan PKC met al zijn routine? Dit dus. Suzanne Struik. Haar eerste score. En ook zo belangrijk. 16-14.